In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Om een mooie tuin aan te leggen, moet men eerst het onkruid verwijderen, alvorens bloemen te planten. Zo, op dezelfde manier, gaat God ook te werk bij de heiliging van de zielen. God sprak tot de profeet Jeremias, betreffende de heiliging van het volk Israël. Gij moet eerst uitroeien, eerst verdelgen en dan pas opbouwen en planten. Ook wij, mijn dierbaren, moeten ons dus eerst van onze zonden reinigen, om daarna de deugden wortel te laten schieten. Over de gruwelijke doodzonde hebben wij reeds gesproken, maar nog niet over de dagelijkse zonde en de lauwheid die hiermee verbonden is. Ook met de dagelijkse zonde moet het gedaan zijn in onze ziel. In tegenstelling tot de doodzonde doodt de dagelijkse zonde onze ziel, het leven van onze ziel, weliswaar niet, maar de dagelijkse zonde verwondt onze ziel. Ze beledigt God niet op zware wijze, maar toch, zij bedroeft de Allerhoogste. De Heilige Schrift zegt, 7 maal per dag valt de rechtvaardige. En ook de heilige Jacobus schrijft, wij allen misdoen in veel dingen. De catechismus leert dat de mens met behulp van Gods genade elke bewuste, vrijwillige, dagelijkse zonde kan vermijden. Maar de catechismus vermeldt ook dat de mens zo zwak is, de bekoringen zo talrijk, dat de mens dit in realiteit niet doet, tenzij door een bijzonder voorrecht, zoals bij Onze Lieve Vrouw het geval was. Onze natuur, onze menselijke natuur, onze menselijke wezenheid, is sinds de erfzonde te zeer naar het kwade geneigd. En altijd het goede te doen is moeilijk. Daarom geldt volgens de heilige Johannes voor elke mens, buiten Onze Lieve Vrouw, dat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dat wij onszelf bedriegen en dat de waarheid niet in ons is. God laat die zondevlekken toe, zelfs in zijn heiligen, om ze ootmoedig te houden en hen te tonen dat ook zij, zelfs zij, in grote zonden zouden kunnen vallen, indien zijn goddelijke hand, zijn goddelijke genade, hen daarvoor niet bewaarde. Dit feit, mijn dierbaren, dat onze natuur zwak is geworden sinds de erfzonde, mag echter geen vrijbrief zijn tot de zonde. De heiligen hadden althans niet deze houding. Zij trachten ondanks de verzwakte natuur toch heilig te worden en niet in zonde te leven. Zij zegden, liever sterven dan te zondigen. De heilige Catharina van Genua zegde dat het voor een Godminnende ziel ondraaglijk is een zonde te verrichten. De zonde is voor een heiligende ziel ondraaglijker dan de hel. Terecht. De heilige Anselmus, hij zegt, wie durft er zo stout zijn om te zeggen, het is slechts een dagelijkse zonde. Het is geen groot kwaad. Mijn dierbaren, hoe kan men dat, waardoor men God beledigt, een gering kwaad noemen? De dagelijkse zonde
blijft, ondanks dat zij slechts kleine materie bevat. Een kleine leugen, een kleine diefstal, toch nog een belediging van de Allerhoogste God. Men veracht door de doodzonde Gods heilige wil in ruil voor een schepsel. Onze ziel zou echter God altijd moeten toebehoren, daar Hij als schepper en verlosser ons opperste goed is. Vermijden wij de dagelijkse zonde. Niet alleen omdat zij een belediging is van God, maar ook omdat zij zware gevolgen heeft. Het eerste gevolg van de dagelijkse zonde is de dreigende uitsluiting van de hemel. De heilige Augustinus zegt dat wij ons moeten bevrijden van de gedachte dat de dagelijkse zonde ons niet van de eeuwige zaligheid uitsluit. Dat doet zij in zekere zin wel. Wie immers met dagelijkse zonden sterft, gaat de hemel niet rechtstreeks in. Er wacht eerst nog een bepaalde tijd, een boetetijd, in het vagevuur. Ten tweede, berooft de dagelijkse zonde ons niet direct van de heiligmakende genade, maar de dagelijkse zonde brengt ons in een levenswijze, waardoor we uiteindelijk zeker in doodzonde zullen vallen en die genade verliezen. Elke bosbrand begint met een klein vlammetje. Het is zoals de heilige Gregorius zegt: een ziel die valt en weer opstaat, valt de volgende keer steeds dieper. Inderdaad, als we onszelf bijvoorbeeld op het strand in het zand neergooien, dan zal er een afdruk van ons lichaam in het zand ontstaan. Als we daarop een tweede keer, een derde keer, op dezelfde plek neervallen, dan zal deze afdruk dieper en dieper worden. De ontrouw van die dagelijkse zonden maakt onze ziel dus zwakker. En uiteindelijk zal ze aan de bekoring, een of andere hevige bekoring, geen stand kunnen houden, geen weerstand kunnen bieden. En ze zal dieper vallen in doodzonde. Dat is duidelijk bij de heilige Petrus in de Hof van Olijven. Petrus wou zich vanzelfsprekend niet direct van Jezus verwijderen, van de genade verwijderen, in doodzonde vallen. Nee, hij volgt Jezus ook na zijn gevangenname. Van verre, a longe. Maar zie, dan gebeurt het. Deze toestand, Jezus van ver volgen, voert uiteindelijk toch naar totale afvalligheid. Uiteindelijk vernemen wij uit de mond van Petrus, in het huis van Caïfas, volgende woorden: ik ken die man niet. Vele katholieken willen Jezus niet zwaar beledigen door een doodzonde, maar toch volgen zij slechts Jezus van verre, door een lauw geestelijk leven, door in vele dagelijkse zonden te vallen, er geen acht op te geven. En uiteindelijk eindigen zij in de doodzonde. Bij de doodzonde, mijn dierbaren, moeten wij ook niet enkel maar op een kleinheid achten, maar wel op een grootheid in getal. De heilige Augustinus, hij zegt:
Gij zijt bezorgd, niet onder een kolossale steen van de doodzonde verpletterd te worden. Maar gij ziet niet toe dat gij verstikt wordt door een hoop zand van dagelijkse zonden. Beide voeren tot de dood. Omdat de dagelijkse zonden ons niet zo snel naar een onvoorziene verraderlijke zielendood voeren, geven wij er te weinig acht op. Maar wij moeten er toch tegen strijden. Ons in die dagelijkse zonden verbeteren. In het Hooglied zegt de Heilige Geest ons daarom ook: vang de vossen in mijn wijngaard. God zegt niet: vangt de beren, vangt de leeuwen. Hij zegt: vangt de vossen. Van beren en leeuwen is men sowieso gekentekend door een angst. Men hoedt zich voor deze beesten. Maar de kleine vossen, die schat men als niet gevaarlijk in. En daarom laat men ze welig tieren. Men gaat er niet naar op zoek. Men bestrijdt ze niet. En zie, toch kunnen ook deze kleine vossen de ondergang van de wijngaard betekenen. Ze graven holen en beroven de plant zo van de wortels die de plant het vocht schenken. De plant zal sterven. Op dezelfde wijze is de dagelijkse zonde niet onmiddellijk het grootste ondier in onze ziel, maar geleidelijk aan doodt zij in ons de begeerte naar de deugd. Zij rooft in ons de smaak naar het goede. En net zoals de plant zal ons geestelijk leven bij gevolg uitdrogen, dor worden, sterven. Er is nog een derde gevolg van de dagelijkse zonde. Om iets goeds en deugdzaam te verrichten, heeft de mens altijd Gods genade nodig. Altijd. Zonder mij kunt gij niets doen, zegde onze Heiland. Wie echter door zijn aanhankelijkheid aan dagelijkse zonden lauw is en weinig contact zoekt met God, zal in de bekoring die hem treft Gods licht, Gods kracht tekortkomen. Net zoals het zonnelicht niet door een vuil glas kan binnendringen. Wie spaarzaam zaait, zal spaarzaam oogsten. En daarom, mijn dierbaren, en zeker in deze vastentijd, denken wij eraan te biechten. Het biechtsacrament te ontvangen om het genadekanaal, het kanaal tussen ons en God, uit te baggeren, zodat de genade ons rijkelijk kan toevloeien. Ten vierde leert ons de catechismus dat wij ook de reeds gebiechte zonden dagelijks moeten betreuren. Waarom? Zijn deze dagelijkse zonden niet weg? Jawel, betreffende de zonden schuld kunnen wij zeggen: in de biecht is alles weggenomen. Maar de zonde straffen, de wonden van de zonde blijven nog over. En daarom hielden ook de heiligen niet op hun vroegere zonden te betreuren. Als een hoveling zijn koning door een handeling, een daad, mishaagd heeft, zal hij na vergeving zelden nog zijn hoge positie terugkrijgen. Hij heeft die verspeeld door zijn ene daad. Hij zal eerst onloochenbaar zijn trouw en zijn diensten moeten bewijzen. Zoals aangegeven, laten ook dagelijkse zonden wonden na op het gelaat van onze ziel. Zij beroven het gelaat van onze ziel van haar schoonheid. En soms
wordt zij door de menigte van dagelijkse zonden zo afschuwelijk dat haar goddelijke bruidegom interesse verliest in onze ziel. En daarom, mijn dierbaren, moet jij ook die dagelijkse zonden en vermijden. Maar hoe? Hoe kunnen wij de dagelijkse zonden mijden? Dat is door kost wat kost weg te geraken uit onze lauwheid. God zegt, omdat gij lauw waart, nog koud, nog warm, heb ik u uit mijn mond uitgespuwd. Als men koud is, dus een doodzonde, zal ons geweten knagen. En elke goede katholiek zal zich weer met Gods genade oprichten. Een lauwe ziel bekommert zich echter niet om haar toestand. Ze denkt dat het zo wel gaat. Ze denkt en vergist zich dat God tevreden is. Of dat God zich maar moet tevreden stellen. Wat een vergissing. Uitgespuwd voedsel neemt niemand meer tot zich. God neemt dus ook de lauwe niet meer tot zich. En daarom is het belangrijk om uit deze lauwheid, uit die dagelijkse zonde te geraken. En dat doen wij door het Ignatiaanse agere contra. Wij moeten net het tegenovergestelde doen van dat wat onze gevallen natuur wil, voorstelt. Dagelijkse zonde is onbeslistheid tussen God of de wereld. Onbeslist. En daarom schenken wij ons bijvoorbeeld bij het morgengebed volledig aan God. 100%. Geen discussie, geen onderhandeling. God willen wij dienen, niet onszelf, niet de wereld. En na dat beslissend morgengebed, dat trouwens verplicht op zonde, zetten wij ons direct aan het werk. Vervullen wij direct trouw onze geplichten. Dienen wij Christus in onze naaste. Nemen wij tijd voor het gebed om in contact te blijven met God. En trachten wij vooral 's morgens ook het meditatieve gebed te verrichten. De heilige Theresia van Avila schreef: een ziel die mediteert over God, die wil de hemel bereiken. Omdat zij snapt wat de dwaasheid van de wereld is en dat de zonde deze dwaasheid openbaart. En wees wij ook elk moment overtuigd van de hulp die God ons zal schenken bij het volbrengen van de deugden, bij het overwinnen van moeilijke situaties. En verkiezen wij ook in dit agere contra, tegen onze lauwheid ingaan, het volmaaktere boven het gewone goede. En doe niet dat wat God slechts behagelijk vindt, maar doe dat wat God tot zijn meerder eer en glorie strekt. Trachten wij niet enkel maar Gods rijk te behouden, maar trachten wij Gods rijk in ons en buiten ons uit te breiden. Net zoals iemand die op de klok kijkt en merkt, oei, het is bijna te laat. Die persoon die grijpt al zijn krachten bijeen en zet zich nog ijverig in. En trachten wij ook ons zo goed mogelijk op zo mogelijk de dagelijkse veelvuldige communie voor te bereiden. Die communie dan ook godsvruchtig en met de grootste eerbied te ontvangen. En dan echt in gesprek te gaan met Jezus. De communie verjaagt de duivel. Verjaagt de bekoringen. Voert ons heel specifiek tot zachtmoedigheid. Tot reinheid. En schenkt ons de kracht het goede te doen en het kwade te mijden. Christen beminnen. Wij moeten de lauwheid vluchten.
We moeten de dagelijkse zonde haten. En leggen we ons vandaag, na deze overweging, ons daar volledig op toe. De dagelijkse zonde, het moet klaar zijn voor ons, is niet de doodzonde, maar het is haar voorbode. Zij is die kleine ontrouw die het goddelijk hart van Jezus van onze kant niet verdient. En vragen wij aan onze lieve vrouw, die geheel reine, die geheel heilige maagd Maria, dat ze voor ons die lelijkheid van de dagelijkse zonde doet inzien. En ons met grote vrucht de middelen tegen de dagelijkse zonde doet aanwenden. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.